koprol doen? Ja. Nee, gaat fout. De af, de af. Nee, de koprol voor de af. Dat heb je gedaan, hè? Hoi. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wij hebben een deel 4 van Wat ruikt de stinker voor jullie op een rij gezet. En het was best wel leuk om het op te nemen, maar er is wel één klein dingetje. We hebben als eerste namelijk opgenomen over een zweetvlek. Dus jullie zullen heel de video de zweetvlek van Maartje kunnen spotten. Oh, hij is weg! Hey, hij is weg! Hij is weg! Bijna! Een heel kleintje. Ik heb geen echte zweetvlek, maar het was, ja, het was water. Dus even een disclaimer, weet je wel. Is hij nou weg aan het zakken? Hè? Ja? Nee. Veel plezier met kijken! Oh my god! Ew! Bah! Oh bah, het stinkt ook eens heel erg. Mijn neus door. Wat? Max, loop alsjeblieft door. Je krijgt toch genoeg hooi hier? Waarom moet je nou telkens weer stoppen bij dat hooi? Dikzaak. Dikke papzaak. Max. Klaar. Die was ik al 3 jaar kwijt of zo. Die ligt hier gewoon. Hij is zweep. Kom. Echt kom. Is het zo? Ja, met? Goed zo. Braaf. Kijk je. Max, ja, met? Ja, met? Goed zo. Braaf. Max, riep jij nou een dikke scheet? Ik hoorde je wel. Jij liet een dikke scheet. Ja, jouw schuld. Oh, erg. Doe je een deken op, zodat je schoon blijft. Zie je er nog uit als een motherfucker. Even. Moet je kijken. Doe je nou? Ik heb toch niet zoveel tijd? Kom op. Het was toch echt waar. Ik denk dat je maar niet meer erbij op moet, want het kost me veel te veel tijd zo. Paard! Niet zo mutsen altijd. Waarom krijg ik die single nu weer eens niet vast? Normaal past die ook gewoon. Oh, paard, echt. Dit kan er niet bij, hoor. Ah.
Oké, sorry. Mijn schuld. Dat dit een probleem was. Damn, met beugels heb ik al moeite. En nu met pepperpet. Oké. Huh? Nee! Nee, maatje, blijf van mijn billen af. Maatje, ik kan het zelf wel. Toch niet? Oh, wow! Ja. Who let the dogs out? Hey Tess, even opletten. Tess. Ah. Oh, paard niet weer zo dicht langs de bakkerrand. Echt. Mijn been valt er zo meteen af door het hek. Oh, dat doet echt super veel paard. Nog één keer weer, hè? Dan doe ik mijn zweepje aan die kant. Dat zo? Ja. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nog even een kleine huishoudende mededeling. Binnenkort is Paar YouTube's Live Event. Vergeet niet daar tickets voor te bestellen. Die linkjes staan hieronder in de beschrijving. Dat is namelijk op. War. War never changes. 7 en 8 april, Murphy, Max en Contessa gaan ook mee. Ik hoop allebei dat ze net zo braaf zijn als dat Tess nu is. Hoop ik ook. Shopping! En we hopen jullie allemaal heel graag te laten zien. En ga je nou tickets kopen? Ik wil je ook even kijken. Ja? Oh ja. Ga jullie nou tickets kopen? Laat het dan even onder in de reacties. Of heb je misschien al tickets gekocht? Want we zijn heel benieuwd hoe ze allemaal komen. Plus, willen jullie nou een deel 5 zien? Vergeet dan niet weer nieuwe ruiters, tanken, dingen, achter iets achter te laten hieronder in de reacties. Want dan kunnen wij een deel 5 maken. Al deze delen zijn namelijk ontstaan door jullie ideeën. Jullie! Zelf zijn wij niet zo origineel. Hey. Jammer. Maar in ieder geval, leuk dat jullie beginnen naar deze... Oh, wacht even. Video. Leuk dat jullie deze... Wat? Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Even abonneren en een like achterlaten. En tot de volgende keer. Doei! Zou ik de koprol doen? Ja. Nee, gaat fout. De af. Nee, de koprol is voor de af. Deze heb je gedaan, hè? Ja, dat weet ik. Maar deze, toen deze zo. Dat durf ik echt niet. Ga ik niet doen. Nee. Saai. Saai. Heel saai. Dat gaat in de intro. Zal ik een koprol doen? Ja. Klikbeet. Oké. Buiken. Dat geluid. Wat zei je nou? Dat is niet family friendly, hè? Lust je wel? Wanneer je paard is niet lust. Die is smerig. Dat is echt vies. Nee, dit is toch schoon niet. Ja. Ik kan er niet meer. Nou, doe alles maar weer even goed. Wat doet hij? Langs. Je durft. Oh.
Jolanda, wat heb je hierop te zeggen? Nou, ik wou zeggen dat ik het heel leuk vind. Ik vind het een gezellige middag vandaag. Abonneer op Saressa, zeg maar. Jullie moeten allemaal bij Saressa kijken, want het is een hartstikke leuk kanaal. Daar kijken ze al. De meiden die hebben... ja, daar kijken ze al. Maar de meiden die hebben altijd leuke filmpjes dus, en leuke onderwerpen. Dus zo zou zeggen, gewoon blijven kijken en blijven tunen. Doei doei! Tunen? Tunen? Wat is dat voor woord? Is 80 jaar geleden of zo? Nee, 180. Oké, 180.